Alvarez en Martinez toch spelen? Dat waren grote vraagtekens. Gravenberg is er niet bij. Klaassen speelt. Haller ook weer terug. Had u begrepen. Dat is eigenlijk een balans die Ajax niet tegen veel clubs heeft. Dat het vanuit 9 duels de meeste niet gewonnen heeft. En Sierhuis bij Heracles in de punt van de aanval. Sierhuis met een Ajax verleden. We gaan het eerbetoon doen, uiteraard, voor Wim Jansen die hier ook speelde in Amsterdam. Geweldige voetballer. Maar vooral ook een bijzonder goed en aardig mens. Mooie eerbetoon dit weekend voor Wim Jansen. 75 geworden. Hij is begonnen natuurlijk aan deze klus in de prettige wetenschap van het resultaat van het PSV haalde tegen AZ. Berghuis, bal hard en laag langs iedereen. Er komt de eerste kans voor Ajax aan, maar het wordt een simpel slap schuivertje eigenlijk. Met zoveel ruimte en zoveel vrijheid had hij het Blaswieg wel wat lastiger mogen maken, Anthony. Haller. Vel verdedigd. En Alvarez die te laat is en een kaart pakt. Al heel vroeg in de wedstrijd. Tja. Tadic. Met rechts. En dan in de handen van Blaswieg. Klaassen. Timber doorgelopen. Overtreding. En weer een kaart voor Ajax ziet er nu voor Anthony. Die hard doorgaat op Kwaiata. Klaassen van dichtbij durft het net niet aan. Blaswieg wel is moedig als Haller de bal daar terugkomt. Een uiterst dreigende situatie opgelost omdat Klaassen inhield en Blaswieg toesloeg. Martinez. Werkelijk iedereen bemoeit zich met het aanvallen bij Ajax. Vlak daar een laag, maar van grote afstand heeft Manschot toch iets geconstateerd. De assistent vlacht niet, Manschot fluit wel. Nou, kijk, de assistent ziet het niks, hè? Maar het duel met Bas en Sikoglu. Die kan van dichtbij worden binnengewerkt en die wordt van dichtbij binnengewerkt. Ajax juicht, dan toch weer hij. Vooralsnog een gegeven vrije trap met grote gevolgen. Klaassen, die hier inderdaad de bal ook nog met een gestrekt been naar voren uiteindelijk hier, kijk, over de lijn tikt. Snel genomen. Daar. Klaassen die daar bij de tweede paal komt, maar de bal net niet kan raken. Tenminste niet voldoende. Nou, hij is dicht bij 2-0. Net achter Klaassen, maar wel bij Haller. Kan Blind het laten voor Tadic. Tadic hard en laag. Dan wordt hij door Blaswieg gekeerd. Is er nog een rebound. En een applaus. Poging van Masraoui. Artistiek, maar wel naast. Blind, Tadic. Masraoui tot 2 keer toe. En hier het moment waarop Klaassen goed verdedigd wordt. Dat was even daarvoor. Tadic. Haller. Goed opengedraaid door Berghuis. Balletje net even achter Anthony. Maar die kan nog wel door. Timber.
Anthony Timber. En nu. Bal is terug naar Berghuis. Mooi stukje naast gekopt. Maar wel gekopt door Haller. Even de weinige keren dat hij echt in goede positie is. Hij voorlopig eruit, dus probeer. Anthony. Anthony. Plasvig. Dat metertje naar voren gestapt. Je weet natuurlijk wat er komt. En als je dan de tijd krijgt, zoals Janis Plasvig in dit geval, dan kun je je opstellen. Dan kun je tegenhouden. Nou, weer Plasvig. Masraoui. De vierde aanvaller van Ajax. Lekkere ballen voor het doelman. Kjomertzoglu, knoester. Sierhuis draaide goed weg. Sierhuis, zo gek is dat niet. Het is het beste van Heracles in aanvallend opzicht. Kai Sierhuis, een metertje naast, dat wel, maar toch. Tadić met een beetje geluk. En dan is het 2-0. Precies op het juiste moment waar Heracles dacht te ruiken aan misschien wel een gelijkmaker. Krijgt Tadić de bal met een beetje mazzel mee, dat is waar. Maar houdt daarna het overzicht en bedient Sebastian Haller die zijn 13e van het seizoen maakt. Timber, Alvarez. Berghuis, Blind. Uiteindelijk krijgt Anthony hem toch door tussenkomst van Masraoui. Anthony, ja, nee, Plasvig rekent erop. Kan hem niet verschalken op deze manier, dan zal het harder moeten, of sneller, of net even iets later, maar niet op het moment wat hij nu koos. Ingreep van Masraoui. En dan achter knoester langs, Plasvig rekent erop. Martinez eraf. Het was niet helemaal zeker of hij zou kunnen spelen, want niet helemaal fit teruggekeerd van zijn perikelen. De beste man, Berghuis eraf. Eerst op van Taylor, weet u het ook. Verzorgt alles een assist. Klaas hier aan de linkerkant ervan tussen is. En het hier nu 3-0 wordt. Ja, dat kan natuurlijk niet mis. Als je zo door mag. Wat een fijne binnenkomer. Zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax 1. Hij mag zo door, Taylor. Ja. Heerlijke treffer zo. Voor de man die invalt. Blind eruit, Taliafico erin. En ook Danilo komt. En Anthony vertrekt. Masraoui krijgt nog even een beukje van Sierhuis. Ik denk dat het meer onmacht is, onkunde, dan bewust. Van Sierhuis. Oud Ajax ziet, maar hij ligt er tamelijk onbewogen bij. Zojuist dus in duel met Sierhuis.
Rens. Taric. Ja, dat zijn toch wel aardige bewegingen, hoor. Waar eindigt het? Bij Lassig. Gefluit geldt Manschot, omdat hij niet fluit. Tenminste, niet op het moment dat het publiek graag een penalty wil. Even wachten. Even kijken. Toch is er misschien wel aanleiding om dit moment alsnog tot strafschop te verheffen. Ik denk het niet. Nou, wat is het oordeel? Hij geeft een penalty. Daar hebben ze toch lang voor moeten zoeken. Het is wat ver gezocht en niet gevonden ook, die vierde treffer. Blaswieg stopt de penalty van Tadic. Blaswieg let op de voeten, komt laat van de lijn, doet het goed. Tadic. Klaassen bijna. Op de lat, hard geschoten zeg. Alvarez heeft pech. Ja, soms is op de lat mooier dan erin, maar hij zal er anders over denken. Wat een knal. Die had, zoals dat zo mooi heet, een beter lot verdiend voor Alvarez. En loopt Ajax weg naar 3-0. En misschien toch nog uit deze situatie 4-0. Nee. Er worden er toch nog aardig wat kansen de prullenbak in geschoten, hoor, in die laatste minuten. Manschot fluit af. Ajax wint met 3-0. Het had in die slotfase nog verder uit kunnen lopen. Dat is het enige wat je daar verder op kunt aanmerken.